Heel apart. Om alles gewoon zelf te doen, zeg maar. Normaal, als je iets liet gaan, dan was het niet jouw probleem. Je ging toch naar huis. Maar nu, alles wat je niet doet, is je eigen probleem. Dus. Hoeveel? 3 pasjes. Je kwam enthousiast binnen. Ben je altijd enthousiast? Otniel, hoe stapte jij vanochtend uit bed? Heel zenuwachtig. Stress. Heel gespannen. Ik moest vroeg beginnen om alles überhaupt op tijd klaar te krijgen. Maar het is wel gelukt, we zijn bezig. De eerste dag in je eigen viskraam hier, hoe is dat? Heel apart. Om alles gewoon zelf te doen, zeg maar. Normaal, als je iets liet gaan, dan was het niet jouw probleem. Je ging toch naar huis. Maar nu, alles wat je niet doet, is je eigen probleem. Dus. Hoe is dat zo om uw zoon hier zo bezig te zien? Ja, geweldig. Als ik de laatste dagen zie, wat voor enthousiasme, wat voor gedrevenheid. Hij is nog nooit zo vroeg uit bed geweest, nog nooit zo laat naar bed gegaan. Hij heeft normaal best wel veel praatjes. Maar nu zie je hem een beetje klein worden. Maar wij zeggen altijd gezonde spanning, gedrevenheid en dan komt het vanzelf goed. Na 25 jaar een nieuwe eigenaar, hoe is dat? Dat is een vreemd gevoel, maar zoals je ziet, hij is goed bezig en dat komt helemaal goed. Gaat u het nog missen? Zeker. Ik ga vooral, ja, met name de klanten, het contact, de sociale contacten wat je hebt, dat ga je missen. Succes, hè? Ik heb gewoon een VMBO-opleiding gedaan, daarna heb ik een verkoopopleiding gedaan. Die heb ik afgerond en nu heb ik de opleiding visspecialist afgerond. Ja, gelijk beginnen. Ja, net 18. Zo vroeg mogelijk. Dit was een droom van jou? Ja, zeker. Heb ik altijd al gezegd tegen mijn vader, tegen mijn opa, iedereen. Ja. Wat 17,25 alsjeblieft. Het is allemaal niet duur gewoon. Mooi. Dankjewel. Ik heb hem gesproken bij Bolsken in Enschede. Daar waren we aan het werken. Toen heb ik hem de tip dat dit te koop was. Daar heb ik hem gegeven. Ah, hij heeft er wel wat mee gedaan. Ja, mooi. Ook voor de jongen. Zo jong. Absoluut. Prachtig. Heeft u nog tips voor de jonge ondernemer? Ga lekker door. Doe waar je goed in bent. Wat is voor jou nou het meest spannend? Ja, gewoon om alles op tijd klaar te krijgen. De toma moet er mooi uitzien. Hun moeten allemaal tevreden zijn. Ja, alles moet gewoon goed lopen. En als dat niet zo is, dan krijg je de stress vast. Dus 3 kibbeling, 1 gebakken, allemaal met saus erin. Ik eet zelf eigenlijk niet heel veel vis. Ik lust alles wel. Maar een bakje kibbeling eet ik er aardig wat van op een dag. 2 pasjes kibbeling, dat kan. Mag 2 kibbeling? Of moet ik zelf winnen? Ja, prima. Mijn ambitie is deze kraam door te laten groeien en gewoon de klanten te behouden en zo druk mogelijk krijgen. En dan kijken we verder.